Je zou maar moeten kiezen als jury uit een van deze drie fenomenale actrices. Loes is helaas door ziekte afwezig. Maar het Gouden Kalf voor beste actrice 2020 gaat naar Beppie Melissen. Daar ben je weer, Beppie. Ja, man. Meesterlijk. Ik ben echt dolblij en ik dank iedereen die op mij gestemd heeft. Ik snap heel goed dat het een zekere willekeur heeft. Want tenslotte had ook Loes Luca hier kunnen staan of Carice. Je moet een beetje geluk hebben. En ik heb enorm geluk gehad, met name met deze film, dat ik hierin mocht spelen. Want toen ik het scenario las van Tamara Bos, dacht ik eigenlijk de eerste keer van mijn leven, dit wil ik per se doen. En ik kreeg de kans. Toen ontmoette ik Misha. En Misha heeft echt zo precies en zo secuur geregisseerd. Had ik ook nog nooit meegemaakt op deze manier. Maar het belangrijkste wat Misha denk ik uiteindelijk heeft gedaan is dat ze met Vita aankwam zetten. Vita Heijmen. Een meisje van 10 jaar die ze had zien spelen of die had ze op een verjaardagfeestje gezien. Ze was helemaal niet bezig om zelf een filmsterretje te worden. Maar Misha dacht, dat meisje moet het misschien wel zijn. En toen zij op de casting kwam, waar ik ook bij was, kwam ze binnenlopen. En dat was zo'n geweldig lief, open meisje. En zo helemaal niet bezig met koket zijn of wat dan ook. En wij zijn dol geworden op elkaar. En ik dank Vita heel erg, want door Vita heb ik denk ik deze rol zo mooi kunnen doen. Ze werd echt mijn kleindochter. Dan wil ik iedereen natuurlijk bedanken die hier aan mee heeft gedaan. Alle spelers, Noortje vanzelfsprekend ook. Maar ik wil ook Bernie Bos bedanken. Bernie, ik vind echt dat jij fantastische films altijd hebt mogelijk gemaakt. Voor deze ingewikkelde leeftijdscategorie. Dit is echt een familiefilm. Maar hij is, zou ik zelf zeggen, geloof ik, een film voor volwassenen waar kinderen mee naartoe kunnen. Maar ik dank jullie allemaal heel erg. En ik wil de groeten doen aan iedereen die zit te kijken. Al mijn vriendinnen in Bergen. En mijn vriendinnen in Amsterdam. En mijn man. En de man van Tamara. Jongens, ik heb hem. Heel goed. Beppie Melissen, gefeliciteerd.